Nou, smaakt jullie wel eens, hè? Mooi slipje, man. Oh! Ah, nice. Hallo, welkom weer in deze nieuwe vlog. Ik heb helemaal zelf aangekleed. Ja, wij zijn de Bellinga's familie vloggers. En Leeuwen is hartstikke trots, want hij heeft zichzelf helemaal alleen aangekleed. En je hebt ook zelf uitgekozen wat je aandoet, hè? Ja. Vertel eens, mama, hij vertelt net heel schattig wat hij aan heeft gedaan. Laat het zien dan. Is hij staan? Onderbroekje. Ja. Tussen. Hemdje. Ja. In een onderbroekje. Ja. Shirtje. Ze heeft papa, kan je even knoopjes dicht doen? Ja. En een visje dicht. Klaar. En toen zei mama, vind je het mooi op elkaar staan, deze twee kleurtjes? En wat zei jij toen? Licht een beetje rood en een donkere beetje rood. En vond je dat mooi staan bij elkaar? Ja. Ja. Ja, ik had het anders gedaan, maar ja. Hij heeft natuurlijk ook zijn eigen smaak. Dus ja. Moet je niet mij helpen en papa ook niet mij helpen. Ja, dat is super handig. Ik ben een grote jongen. Een grote jongen. Nou, het is vandaag zondagochtend. We hebben uitgeslapen. We hebben net even Hour of Power gekeken. Ik weet niet of jullie dat kennen, Hour of Power. Dat is een soort kerkdienst op televisie. Op RTL 5 is dat volgens mij. Met Jan van der Bos, als ik het niet goed heb. Als ik het goed heb, ik zal wel een linkje even hieronder neerzetten. Ik vind het altijd inspirerend om dat te kijken. En we hebben op zondag altijd twee diensten in onze gemeente. En de ochtenddienst is al geweest. We gaan zo meteen naar de tweede dienst. Die is wat later op de dag, waardoor we de ochtends een beetje rustig aan kunnen doen. En daar gaan we heen. We hebben vanmiddag een verjaardag. En we gaan, als het goed is... En we gaan als het goed is straks ook, als we klaar zijn met het hele programma van zondag, lekker naar de boot om daar weer eventjes te genieten van een mini vakantietje bij Giethoorn op ons klompenbootje. Voor degenen die ons nog niet zo heel erg lang volgen, we hebben een heel leuk klein klompenbootje. Heel oud klompenbootje, 30 jaar oud of zo. Heel schattig bootje in Giethoorn leggen. Waar we regelmatig mini vakantietjes houden om ons even een beetje terug te trekken. En even lekker uit te rusten. Het wordt heel erg mooi weer. Het wordt echt meer dan 30 graden. Waarschijnlijk een hittegolf of zo. Dus dan vertrekken wij graag even naar het water. Dus dat is een beetje de ochtend. Ik voel me al iets beter dan gisteren. Mijn keel is nog wel een beetje... Nou, je hoort het. Maar goed, het gaat al wel weer stukken beter. Ik heb net weer even wat leuke reacties van jullie zitten te beantwoorden. Dat doe je dan op zo'n zondagochtend. Heel erg leuk altijd voor jullie reacties. Dankjewel ook voor al jullie reacties. Ik merk wel dat ik steeds meer aanvragen krijg met privéberichtjes van jullie. Van, wil je mijn reactie filmen in de vlog? Maar... Het wordt er zoveel. En we hebben al een fanmail video ingesteld. Dat we reacties en zo laten zien in de fanmail. Maar het wordt er te veel nu weer. Dus ik wil heel graag aan jullie vragen. Vinden jullie het leuk om iets van jullie te laten zien in de vlog? Het beste wat je kan doen is even een post. Echt een letterlijke post sturen naar ons. En dat kan via het adres onder in de beschrijving. Ik zal hem misschien ook even hier neerzetten. En dan kunnen we je gewoon echt de post laten zien in de vlogs. Dat is natuurlijk nog leuker dan alleen maar een reactie. En de reacties zijn zoveel dat het misschien niet erin komt met post. Sowieso wel. En dan kom je ook op die deur te hangen. Kijk, daar. Daar hebben we al jullie mooie tekeningen en kaarten en brieven hangen. Dus wil je ook jouw post of wat dan ook in onze vlogs, stuur gewoon even een leuk postpakketje. Iets, een tekening of iets moois naar ons toe. En wie weet komt dat ook wel in de vlog. Vandaag een lekkere zondag, dus kijk vandaag weer gezellig met ons mee. Kijk, en Daniel heeft eindelijk het open haartje gefilmd. Yay! Ik ben er heel blij mee. Voor de zondagschool. Wauw! Daar is Lucilla. Ze heeft zichzelf bijna aangekleed. Heb je jezelf aangekleed? Ja, dit wou ze aan. Wat heb je aan? Een broek en een jurk over elkaar heen. Ja, voor de kou nog. Oh, wat mooi. Ik had straks altijd wel mooi. En Luan is ook zo mooi gekleed. Ja, ze mogen zichzelf aankleden. Nou, dat begint al vroeg. En nu is het aan mij om me even aan te kleden, want ik ben nog in mijn pyjama. Een half uur staat de helikopter voor me, dus opschiet.
Mijn echte poppenmeisje ben jij. Zeg maar dag. Dag. Oh, mama, kusje. Oeh, lekkere vieze kus. Nou, even een zondagse modeshow. Wauw, wat zijn jullie mooi gekleed voor de zondag. Kikker mag niet naar worden. School, nee, heb je een kikker mee. En Lucilla, wat ben jij mooi zondags gekleed, zeg. Parelketting, mooi chic. Colbert jasje. Ja. Nou. Geef me maar een handje. Hop naar de kerk. Kom maar. Hier. Ik ga er de deur van. Zo. Nou, wil jij de auto open? Ja. Nou, geef me maar een handje. Wat de bedoel ik van? Oké, fijne kerkdienst. En we zitten in de auto op weg naar de kerkdienst. Dag. Dag. Hallo. Hoi, Inge. Wat ben je aan het doen? Ben je alle kaartjes aan het neerleggen? Ja. Dat gaat voor jou, echt waar? Dat de show begint, hè? Ja. En we zijn aangekomen, hebben onze lieve oma Bellinger opgehaald. Ja. Ga je met oma mee, Luan, naar Joa's verjaardag? Ja. Lopen we met oma mee. Zo. We gaan naar de boot, hè, opa. Van maandag tot en met woensdag. Gaan we naar de boot, hè, Lu? Ja. Met 30 graden. We hebben vrijgekregen van de juf. Oh ja. Ze dus kunnen nog even 3 dagen hittegolf op de boot. De zomer afsluiten. Wauw. Even alles eraf. Dat is heel mooi. Het is het decor, dit. Hé, Luan, die mis je niet, hè? Zilla, mis je die niet? Zilla? Joa, wat is die mooi. Heel mooi. Vinden wij alles zo prettig, ja, ja. En daarom zingen wij blij, blij. Nou, smaakt jullie wel, Lucilla? Hij smaakt lekker, hoor. Lekker.
Mama, gaan we de blote belletjes. Wat, mama? Zo gek als de man maar doet, hè? Hoe moet dat? Pas er eens tussen. Mooi slipje, man. Twee. Luan, kijk, hè, Luan. Oh! Ja, oh, mijn god. Zilla, waar is papa? Zilla, waar is papa? Dit was het dan alweer. Wij gaan gewoon naar huis, de kinderen in bad en met doen. En natuurlijk de vlog monteren. Vond je dit weer een toffe vlog? Doe hieronder dan de blauwe duimpjes omhoog. En vergeet hieronder niet te abonneren op ons YouTube kanaal. De belling. Toedeloe en tot morgen. Ja, geen goed, maar wat dan. Maar we gaan even met de belletjes. Kom je met mama? Nou, dat was wel schrik, hè? Mama gleed al uit. Ze is schrokken. Mama die gleed al uit met de billetjes. Het is heel glad op watje. Kijk eens, heel wat heeft mama gevonden. Wat heeft mama gevonden? Kijk eens wat we hier hebben. Eindelijk. Hier groeit een rode tomaat.